Om te beginnen, over hoeveel kinderen hebben we het? Uh, hier, we hebben twee locaties uh, van de schakelklas. Eén locatie in uh, Hoeverlaken bij het Willem Varel en daar zitten op het ogenblik twee kinderen, maar dat kunnen er nog een paar meer worden. En we hebben een uh, locatie op de PWA hier in Nijkerk en daar zitten er nu zes. En dat kunnen er nog meer worden. Maar ja, dat is het hele verhaal van dit project. Niemand weet het. Dat klinkt alsof er enorm veel onzekerheid is. Uh, dat is het ook, maar dat zie je natuurlijk ook op het nieuws. Want ja. in Oekraïne verandert alles per dag. Ja. En je ziet ook dat dat invloed heeft op de toestroom hier naartoe. Die kinderen die komen, zijn dat alleen de kinderen die uh, in uh, hotel Moeken zitten of in, in de rode schuur? Uh, nee, uh, er zitten ook uh, diverse kinderen bij particulieren. Die komen hier naartoe, die hebben we persoonlijk uitgenodigd. En de kinderen die in Moeken zitten in het hotel, die worden sowieso uh, benaderd om hier naartoe te komen. Nou valt het me eigenlijk tegen in die zin. Zes kinderen. Betekent dat dat van alle Oekraïnse vluchtelingen in de gemeente Nijkerk... ...er maar zes zijn die naar basisonderwijs moeten? Uh, dit zijn de kinderen die van 6 tot 12 jaar. Ja. Voor de kinderen van 4 tot 6, ...die gaan in Nederland normaal ook naar school, maar in Oekraïne niet. Uh, dus daar hebben we nu nog geen voorziening voor. Maar daar zijn we nu we dit eenmaal hebben staan... ...gaan we ook voor deze kinderen verder kijken. Dus er komen daar sowieso nog een paar bij... Uh, dan zal er misschien nog her en der een enkeling zijn die ervoor kiest om Oekraïens onderwijs online te volgen. Zeg maar net zoals wij hadden in de coronatijd. Ja. En niet naar deze voorziening te komen. Maar ik weet dat, dat er maar een enkeling is die daarvoor kiest. De kinderen in het uh, voortgezet onderwijs, dus ouder dan 12 jaar. Daar komt een voorziening voor in Amersfoort. Dat wordt echt een regionale voorziening. Dus daar ga ik verder niet uh, over. Wat is er allemaal op de achtergrond gebeurd om deze kinderen überhaupt les te kunnen geven? Nou, dat is een hele achtbaan. Ik denk dat het nu, nou eigenlijk twee weken geleden is dat we op het gemeentehuis zaten van kun je dit project voor ons leiden. En vanaf dat moment is het gaan rollen. We zijn eerst begonnen dan met de locaties te bekijken en wat daarvoor nodig is. Nou, daar waren alleen al tafels en stoelen nodig. Mm -hmm. En die moesten uit diverse hoeken en gaten gehaald worden. Maar ja, dan is het ook wel mooi om te zien hoe de scholen in Nijkerk met elkaar samenwerken en allemaal daar een bijdrage aan leveren. De een levert de tafels en de stoelen, de volgende levert de ruimte, de derde levert de I ICT, de volgende die heeft weer zijn kopieerapparaat ter beschikking gesteld. Ja, en zo hebben we dus eigenlijk twee locaties in kunnen richten. Tegelijkertijd liep natuurlijk, ja, wie gaat er voor die klas? Want dat is nog een hele spannende. Nou, ook daar kon je zien. We hebben, uit, we hebben heel snel dingen op social media gezet en via de gemeente uitgezet op allerlei kanalen. En we hadden eigenlijk binnen een week de bezetting rond. En wat voor mensen hebben we het dan over? Dan hebben we het over gepensioneerde juffen en meesters. Maar ook mensen die een lesbevoegdheid hebben en op het ogenblik uh, niet in het onderwijs werken. Dus uh, mijn groepen onttrekken geen. Leerkrachten van de gewone scholen. En dat vind ik eigenlijk heel erg mooi. Uh, verder hebben we onderwijsassistenten. En het allerbelangrijkste hebben we ondertussen ontdekt zijn de tolken. We hebben drie tolken, dus iedere dag zijn er tolken aanwezig. En dat is echt essentieel, zeker nu in de opstartfase. Want de taal is echt. Uh, nou, er is geen. Uh, ja, wat zeg, hoe zeg je dat? Er is, dat is niks een... belangrijker dan taal. Ja, precies. je kunt er niks van maken, zeg ja. maar. Ja. En ook het oh, schrift... ik bedoel het Oekraïens, dat is niet te verstaan. Nee, totaal niet. Maar ook niet te lezen, want hun hebben een ander soort schrift. Ja. Dus, uh... ja. En we dachten eerst in het begin van ja. nou dat met Engels redden we het een heel eind. Maar dat blijkt toch ingewikkelder dan. Dus die tolken zijn essentieel. En als mensen nu uh, Oekraïners in huis nemen, moeten ze zich dan melden voor die kinderen om hun onderwijs te bieden, of is dat dan vrijwillig? In principe, als mensen Oekraïners in huis krijgen, dan moeten ze zich melden bij de gemeente en de Oekraïners schrijven bij de gemeente. Want dan krijg je recht op onderwijs, maar ook basisvoorziening als gezondheidszorg. Dus het is niet alleen voor het onderwijs nodig, het is voor alle mensen die uit Oekraïne hier komen nodig zich te melden bij de gemeente. Nou, en dan bij de gemeente verwijzen ze ook door naar onze voorziening en dan komen wij langs, nodigen de kinderen uit en kunnen we hier verder op school. Ja, en uh, het is niet zo dat we, uh, dat, het, dat we de kinderen uit huis sleuren als ze niet zouden komen, maar het is wel heel erg verstandig. En niet alleen omdat het onderwijs doorgaat, maar we merken dat deze kinderen behoefte hebben aan structuur en rust en veiligheid. Ze komen sowieso natuurlijk uit een hele ingewikkelde situatie, maar ze komen er niet alleen uit, ze zitten er nog steeds in. De ouders die hier in Nederland zijn, die, die, die zijn constant verbonden met hun land. Ze horen daar hele moeilijke dingen. En dat heeft effect op die ouders, op moeders, en oma's en opa's. En kinderen zien dat. Je voelt dat aan of je moeder verdrietig is of zorgen maakt. En als je dan hier bij ons komt, ja, dan leer je. Maar je hebt ook even dat stukje afstand, wat voor kinderen wel echt nodig is om gewoon nog een beetje kind te kunnen zijn. U heeft nu uh, acht kinderen die uw onderwijs uh, aanbiedt. Hoe, hoeveel kunt u er hebben? Want het idee is dat er nog veel meer deze kant op komen. Uh, helemaal bij de start was het de prognose dat er per locatie 15 ongeveer zouden komen. Uh -huh. Maar toen was natuurlijk nog uh, de strijd in volle gang. En eigenlijk op het moment dat wij hierover gingen denken. stond die hele lange kolonne voor Kiev. En iedereen dacht dat Kiev zou gaan vallen. Uh -huh. Dus vandaar dat er ook. Twee locaties eigenlijk zo groot zijn. Dat er nu minder zijn, heeft dus ook te maken met die Oekraïnse situatie die voor het Westen toch anders wordt. Je ziet dat dan ook. De stroom even weer stagneert. Mm -hmm. um, dus er kunnen sowieso nog kinderen bij. En ik weet ook al van een paar gezinnen die uh, zich bij dat landelijke bureau hebben ingeschreven en nog gezinnen gaan krijgen. Dus er zal nog. Er zal, maar dat is ook echt dit project wat we vandaag denken te hebben, kan morgen weer heel anders zijn. Dus. Ik heb super flexibele leerkrachten, heb ik al ontdekt, en dat is heel en dat is ook nodig, want het is ook een avontuur. Want, ja, want dat is, u zegt het is een avontuur, want ondanks zeg maar, de verschrikkelijke situatie waar ze uitkomen, is het misschien ook wel een hele interessante periode. Ja, voor iedereen mm -hmm. uh, en, en een hele mooie samenbindende periode, ook voor de Oekraïense kinderen, maar ook voor onszelf. Ik vind dat je door in dit werk ze zitten ook gereflecteerd op je eigen situatie en waar wij met z'n allen in Nederland nou mee bezig zijn. Dus dat is sowieso leerzaam en goed voor iedereen. Ja, maar uh, je leert ook, kinderen leren een andere taal. Maar uh, zoals ik zit hier nu in de PWA, de PWA-kinderen leren ook deze kinderen te ontmoeten, te zien, uh, te communiceren met handen en voeten. En dat is gewoon mooi.